Welkom bij Fast Moving Targets, bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Het gast is Thomas Telkamp. Thomas, je bent van Lacuna Space. We vragen vaak mensen om een voorwerp mee te nemen voor de foto die Guido van Nispen erbij maakt. Dit is het voorwerp wat jij hebt meegenomen. Nou, ik neem aan dat dit alles vertelt over wat jouw bedrijf doet. Dus leg het uit. Wij gaan data, signalen opvangen van Internet of Things, sensoren, apparaatjes, vanuit de ruimte. En dit is niet echt, maar het is de grootte van de satelliet die we daarvoor gaan gebruiken. Een soort frame van de satelliet. De echte satelliet zit in een test op dit moment, dus die kon ik niet meenemen. Maar daarom toch om een idee te geven hoe klein dat is. En dat toch... Een beeld van wat mensen, denk ik in ieder geval heb van satellieten, is dat het grote dingen zijn die om een veel grotere omgeving draaien. Misschien moeten we het even afbellen, want je zet een paar dingen in één zin. We hebben het over Internet of Things en sensoren en satellieten en signalen opvangen. Ja. Laten we die even afbellen. Internet of Things, dat weten heel veel mensen ongeveer wat het is, maar dat... Is eigenlijk gebaseerd op dat alle apparaten connected worden. Dat die allemaal met elkaar verbonden zijn. En waardoor je intelligente systemen kunt gaan creëren. Met als voorbeeld bijvoorbeeld de domotica. Hè, dat als ik thuis kom, dat het huis dat weet. En dan de cv een paar graden hoger zet. Even om het heel praktisch te maken. Die sensoren hebben een klein bereik over het algemeen. Want er zitten batterijen in, die moeten lang meegaan, bla 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 bla. Nu gaan jullie vanuit de ruimte al die signalen opvangen, bij elkaar brengen, waardoor je daar iets mee kunt doen. Ja. Ik denk gelijk, wow. Hoe kan dat? Klein bereik, groot bereik? Hoe kan dat? En waarom? Nou, dat zijn twee vragen. Ja. Laten we beginnen met hoe kan dat? In de vorige uitzending deed het niet Laten we beginnen met hoe dat kan. Inderdaad, de sensoren voor het Internet of Things of apparaatjes of wat het ook mogen zijn. Het is natuurlijk een heel breed gebied. Daar wil je eigenlijk een lang bereik voor hebben. Bijvoorbeeld wifi in je huis is een goed voorbeeld van een kort bereik. Dat heeft een hoge bandbreedte, daar kun je video overheen streamen. Maar de consequentie daarvan is dat je er niet ver mee komt. Nou, voor Internet of Things toepassingen, zeker als het natuurlijk buiten is, neem parkeersensoren in de stad, wil je juist een lang bereik hebben. Dat is natuurlijk nog steeds relatief kort, we hebben het over kilometers hier. Ja. Dus weinig data, maar over een afstand van kilometers. Nou, dat die afstand gelimiteerd is, komt voornamelijk door de omgeving. Als je hier om je heen kijkt, dan zie je, we zitten hier in Amsterdam, zie je gebouwen. Stel dat er een aantal antennes staan in Amsterdam, dan zit er altijd wel wat tussen. Dus het bereik wordt enorm gelimiteerd door alles wat er tussen die sensor en die antenne zit. En dezelfde technologie als waarmee we op land of in de stad die Internet of Things apparaten met elkaar verbinden. In ons geval is dat LoRa, onder andere wat de Things Network gebruikt. Ja, we hebben hem hier gehad, hè? Ja, Wienke Rieseman. Ja. Ja. Die zetten antennes op allemaal gebouwen in de stad. Precies dezelfde technologie. Maar wat blijkt nou als die ontvanger en die sensor niet op de grond staan, maar eentje in de ruimte zit en eentje op de grond, dat je die afstand kunt overbruggen. Omdat er dan niets meer tussen zit. Wat ze in de natuurkunde de free space noemen. Free space path loss. Er zit helemaal niets meer tussen. En daardoor blijkt dat je met dat kleine signaaltje, waar je eigenlijk maar een paar kilometer mee komt in Amsterdam, ineens 800 kilometer hoog of 1000 kilometer hoog bij een satelliet kunt komen. Ja. En dat was eigenlijk de eye-opener toen we dat bedachten. Hoe kom je daar dan achter? Want je hebt het over sensoren. Laten we even duidelijk zijn, want voor de mensen die dat niet weten. Je hebt het over een sensor, jij noemt net een parkeer. Sensor of een iets in een bootje. Hoosje-bootje. Bootje. Daar zit zo'n knoop batterijtje in, zo'n 232'tje. Weet je, dat is een heel klein dingetje. En dat moet natuurlijk heel lang meegaan. Hoe kun je met zo weinig stroom, hoe krijg je dat, hoe kwam je daarachter en hoe krijg je het dan voor elkaar? Nou, die sensoren die moeten met heel weinig stroom werken om ze buiten het elektriciteitsnet te kunnen gebruiken. En de technische truc daarachter is om heel weinig gegevens te verzenden en die heel langzaam te verzenden. Dus die energie die je hebt, die heel weinig is, die spreid je uit over de tijd, waardoor je een enorm bereik kunt krijgen en de ontvanger heel goed kan detecteren wat dat signaal is. En dat die enorme gevoeligheid, want daar gaat het in feite om. Je hebt maar heel weinig vermogen aan de zendkant. In ons geval, dus in Internet of Things applicaties, 25 milliwatt. Dat is heel weinig. Dat is maar 1/40ste van je mobiele telefoon. Dat is echt heel weinig. Maar de ontvanger is heel gevoelig. Die kan dat heel ver onder de ruisvloer, met heel weinig energie, kan die dat nog steeds
oppikken. Nou, als je dat gaat uitrekenen, wat dat bereik is, want die signalen die gaan de ruimte in. Je kunt uitrekenen hoeveel kilometer dat signaal zo ver verdund is, verweekt is, dat je het niet meer kunt ontvangen. Nou, en in de stad gebruik je dat om door muren heen te komen en door andere dingen. En in de ruimte gebruik je dat om afstand af te leggen. Het blijkt dus dat die energie die je nodig hebt in de stad om door een muur heen te komen, dat je daar dus mee 1000 kilometer... Ja, nou zeg je dat kun je dat uitrekenen. Mag ik daaruit concluderen dat het een theorie is? En dat jullie het nog moeten bewijzen? Nee, want we hebben het uitgetest met een weerballon. Je kunt een ballon met helium vullen. Wat het KNMI bijvoorbeeld doet. Iedere dag laten die een ballon op om te kijken wat de temperatuur en de windrichting zijn op hogere hoogtes. Ja. Daar hebben we zo'n sensor aangehangen. De ontvangers die staan op de grond, want dat hebben we gedaan met het Things Network. Dus heel Europa heen staan er al ontvangers, die hoeven we niet weg te zetten. We hebben die ballon opgelaten. Omdat we daar maar heel weinig aanhangen, een heel klein chip, een heel klein batterijtje gaat eraan, komen we tot ongeveer 40 kilometer hoogte. Als je 40 kilometer hoog zit, dat is trouwens heel hoog. Een vliegtuig zit op 10 kilometer. Hoeveel? 10 kilometer, ongeveer 12 kilometer. En vanaf 40 kilometer ligt de horizon op 700, 800 kilometer. Dus in principe zie je vanaf die ballon een gebied wat 700, 800 kilometer groot is. En inderdaad, die afstand werd netjes overbrugd. We hebben de gegevens ontvangen. De ballon was op de Nederlands-Duitse grens en de ontvanger stond in Polen. En het signaal kwam prima binnen. Dus in die zin, die afstand, dat hebben we aangetoond dat prima... Ja, met één experiment met een weerballon? Of heb je het vaker herhaald? We hebben meerdere gedaan. Ja. En dan doe je het nog andersom, want je hangt de sensor in de ballon en de ontvanger op de grond. Maakt dat in het concept nog uit? Ja, dat maakt zeker iets uit. Want straks komt de ontvanger in de satelliet en de zender op de grond? Ja, dat maakt zeker iets uit, want de satelliet gaat natuurlijk een heleboel apparaten tegelijk zien. Dat bedoel ik. Dus dat levert een hoop ruis op. En daar moet je mee omgaan. Maar de ontvanger op de satelliet gaat ook iets anders worden dan de ontvanger op de grond. Die is wel iets geavanceerder en ook een iets ander soort antenne. Hey, okay, nou, als we nu de toepassing ik wil even snappen wij eraan hebben, zeg maar. Weet je, welke toepassingen zie jij in de toekomst die hiervan gaan profiteren? Nou, in feite alles wat met Internet of Things gedaan wordt in de gebieden waar wij leven. Kijk, voor ons heeft het in feite geen toepassing. Want wij hebben dit niet nodig. Wij wonen hier in Nederland en ongeveer waarschijnlijk het best gedekte gedeelte van de wereld. Wij kunnen ons niet eens voorstellen dat je telefoon het niet doet of dat je geen radio hebt. Maar het grootste gedeelte van de wereld is dat natuurlijk wel. Dus alles wat je hier wil doen, al is het meten van het weer, regenmeten bijvoorbeeld, of het volgen van dingen, dus ook in de logistiek zijn veel gebruikers, het volgen van ladingen, containers, et cetera. Ja, dat werkt allemaal prima in Nederland, maar zodra je in Nederland uit bent en dus bijvoorbeeld de zee opgaat, of naar Afrika of naar Zuidoost-Azië, daar is niets. Het grootste gedeelte van de wereld heeft helemaal geen dekking. Dus al die dingen die wij willen doen met Internet of Things hier, die kunnen we op deze manier mogelijk gaan maken op plekken in de wereld waar die infrastructuur er gewoon helemaal niet is. Ja. En waar het ook niet economische zin heeft om die te maken. Want hier is het natuurlijk altijd goedkoper om gateways weg te zetten of antennes op de grond dan om dit met een satelliet te gaan doen. Ja, dat is dan mijn volgende vraag. Satelliettechnologie is nog steeds hartstikke duur. Ja. Hoe denk je dat dan juist in die gebieden waar je het over hebt? Dan heb je het toch over zeg maar rurale gebieden in andere werelddelen. Hoe zie je dat voor je? Hoe ga je die kosten terug? Grote aantallen uiteindelijk. Er is natuurlijk een revolutie aan de kant. Gebeurt er op het vlak van IoT. Maar ook in de satellietindustrie gebeurt er veel. Want jullie hadden het er net over van dat is allemaal hele dure grote dingen die heel hoog zitten. Dit is een hele andere klasse van satellieten. Die grote satellieten die voor de televisie, die geostationaire satellieten, zitten op 36.000 kilometer. Maar dat zijn een soort kleine vrachtwagens die gelanceerd worden. Miljoenen, tientallen miljoenen euro's. Terwijl dit soort kleine satellieten zitten veel lager. Zitten op in ons geval ongeveer 500 kilometer. Dus dat is... Nou, eigenlijk helemaal niet zo heel ver. En draai je heel laag, heel snel om de aarde heen. En zoals je ziet, zijn heel klein. Dus de kosten om zoiets te maken zijn wel een totaal andere orde dan die grote satellieten. Ja, maar je hebt er weer heel veel nodig omdat ze snel draaien, om een dekkend netwerk te krijgen. Als je een netwerk wil wat continu dekking heeft, heb je er inderdaad heel veel nodig. Maar je kunt prima een netwerk maken wat af en toe dekking heeft. Wat natuurlijk voor heel veel gebruikers ook een prima oplossing is. Je hoeft niet te beginnen met een netwerk dat continu aanstaat. Ja, maar geef dan eens een indicatie wat voor investeringen je moet doen om dit van de grond te krijgen. Gewoon om een beetje een idee van de orde van grootte te krijgen. Hoeveel satellieten moet je lanceren? Stel dat je één satelliet bouwt en lanceert. Gewoon om even een idee te krijgen van de kosten.
ruwweg, en het kan alle kanten op, het kan goedkoper, het kan duurder, maar zeg ruwweg 150.000 euro voor de lancering en 150.000 voor de satelliet zelf. Ja, en dus hoeveel heb je dan nodig om een beetje een netwerk te... Een stuk of 4-5 heb je een prima begin, dan kun je iedere dag op een aantal plekken een dienst leveren. Ja. Dus en dat is heel mooi. Nog vrij overzichtelijk. Dat is, nou ja, zeker voor de satellietindustrie vrij overzichtelijk. En dan nog even voor de duidelijkheid, dat ik het ook echt goed begrijp. Ja. Dan heb je het nog steeds over die kleine sensoren. Ja. Gewoon met zo'n klein knoopcelletje. Ik heb er eentje meegenomen, om te laten zien hoe klein die is. Ja. Kijk, je hebt een bril erbij nodig. Ja, ik heb een bril even nodig. Dit is een kant-en-klare sensor. Dus dit is een processor en een zender in één. Ja. Het enige wat hier dus nog bij moet is een batterij en een antenne. Nou, dat is natuurlijk een beetje flauw, want de batterij en antenne zijn natuurlijk altijd groter dan... Ja, maar dan mag zo'n knoopcelletje in. Er hoeft niet zo'n blok... Nee, er hoeft geen blok bij. Een knoopcelletje is erg weinig, maar een normaal klein batterijtje. Daar moet je prima een jaar of meer op kunnen doen. Klein antennetje erbij. In ons geval wel een specifieke antenne die naar boven toegericht is. En niet op de horizon zoals hier op de grond. Maar met dit soort apparaatjes kunnen we dus... zo'n satelliet gaan bereiken. Ja, en nou zei je net in een paar containerbegrippen waar je dan aan denkt. Je had het over transport en volgen van dingen. Ja. Geef eens heel concreet aan uit welke sectoren je belangstelling hebt voor deze technologie. Nou, we hebben dit verhaal voor het eerst gepresenteerd op de Things Conference. Ja. En, kort geleden. Ja, kort geleden. Ja. Daar hebben we het voor het eerst naar buiten gebracht. En daarna werden we dus overspoeld met mensen die vragen hadden. Om voorbeelden te geven. Een bedrijf wat zich bezighoudt met het detecteren van bosbranden in afgelegen gebieden. Een bedrijf uit Frans-Polynesië. Een enorm gebied, ongeveer zo groot als Europa, met 120 eilanden, die onder andere de visserij daar beter willen in kaart willen brengen. En dat zijn niet het soort vissersboten die we hier hebben van miljoenen, maar allemaal hele kleine bootjes. Dus die willen ze graag beter volgen, weten waar ze zijn, kunnen waarschuwen als er iets is. Wat hebben we nog meer? We hebben weerstations in Afrika, een heel groot project. Omdat eigenlijk blijkt dat door de opwarming het steeds moeilijker wordt om te voorspellen wanneer en waar het gaat regenen. En dat er eigenlijk helemaal geen infrastructuur is in Afrika om dat in kaart te brengen en om te waarschuwen. Dus die zijn geïnteresseerd. Dus dat soort projecten, heel reële dingen. Ja, maar zie jij dus eigenlijk, dat denk ik je te horen zeggen, dat je eigenlijk zegt van we hebben de techniek beschikbaar gemaakt. We hebben tegen mensen verteld, dit is wat we kunnen. En nu komen de use cases komen eigenlijk... Die komen naar ons toe. Ik kan zelf ook wel wat dingen bedenken. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk van gebruikers komen. Ja. En het zijn ook niet zomaar eindgebruikers die zeggen van... Goh, ik heb geen idee van de techniek, maar ik zou dit en dit willen doen. Dit zijn bedrijven die daar al mee bezig zijn. Die sterker nog, die gebruiken deze exact dezelfde sensoren al op land. En als je voor hun die dienst ook beschikbaar maakt via de satelliet, dan hebben ze eigenlijk al een heel groot gedeelte van de ontwikkeling gedaan en kunnen ze zo erbij aanhaken. Ja. Dus dat geeft een enorme voorsprong, of een enorme snelheid om dit soort use cases ook echt daadwerkelijk te gaan doen. Ja, als ik probeer na te denken welke sectoren en bedrijven je gelijk overbodig maakt, dan is het ook een enorme sector die nu in satelliet telecommunicatie zit, waar ze natuurlijk heel veel van dit soort dingen doen en faciliteren. Maar dat is heel gebaseerd op hele dure technologie met simkaarten en telefoons en dataverbindingen en, absoluut. En noem maar op. Ja. Ik ken het toevallig zelf uit de zeilwereld. Ja. Als ik gewoon maar via een AIS-systeem of op een andere manier via satelliet wil laten weten waar mijn boot zich bevindt. Ja, dat kost mij toch wel een flinke bak geld en een hele zwikke apparatuur. Nou, dat is precies het punt. En dat eigenlijk geldt hetzelfde voor het hele Internet of Things op de grond. Ja. Want alles wat je... Nou, laten we even de Things Network als voorbeeld nemen. Alles wat je met de Things Network doet, had je ook met de GSM-modem kunnen doen. Ja, maar het is duur, onhandig, gebruikt heel veel stroom. Ja, dus technisch kan het allemaal, maar het is gewoon niet haalbaar economisch. Nou, en hier geldt precies hetzelfde voor. Je kunt van Iridium, kun je modems kopen. Nou, misschien dat je ook op boten gebruikt worden. Ja, op de boot, ja. Prima service, maar het is duur, het is niet low power. Ja. En heel veel gebruikers doen dat niet, omdat gewoon de kosten te hoog zijn. Ja, en welke sectoren gaan daar dan het meeste baat bij hebben? Want je noemt natuurlijk een paar marketingtechnisch handige non-profit sectoren. Bosbranden in Afrika willen detecteren. Maar ga je daar je geld niet mee verdienen. Nee, dus, kijk, het is natuurlijk heel mooi dat je met zo'n project heel veel van dat soort projecten weer kunt ondersteunen. Maar zoals je zegt, die paar weerstations in Afrika gaan niet voor die satelliet betalen. Dat snap ik ook. Ja. Nou, een belangrijke pijler is denk ik toch de logistiek. Bijvoorbeeld containers. Er gaan natuurlijk enorme hoeveelheden containers over de wereld heen.
Voordat ik hier indook, dacht ik altijd dat dat allemaal heel winstgevende projecten zijn en zo. Maar als je ziet wat er per container aan winst wordt gemaakt die zeg maar van Azië hierheen komt, dat gaat letterlijk om een paar euro. Echt waar? Ja. Het zijn schokkende... Er staan er veel containers op een boot. Maar toch. Het punt is, je kunt daar niet voor een paar honderd euro een apparaat opzetten dat hem gaat volgen. Ja. En toch wil je weten wat de temperatuur is onderweg, of het allemaal goed gaat, et cetera. Dus daar zo'n hele goedkope oplossing, een hele grote aantallen, is daar zeker nodig. Ja. Ik ben ook nog wel geïnteresseerd in het proces. Stel, je hebt dit idee. Ja. Dan zou ik toch denken van satellieten, ruimtevaart, lanceren. Hoe ga je dat dan realiseren? Met wie bel je op? Ja. De NASA. Elon Musk, ja. Weet ik veel. Ja. Nou, moet ik zeggen, ik werk samen. We hebben Lacuna Space met z'n tweeën opgericht. Rob Spurrett, een Engelsman, en ikzelf. Hij komt uit de satellietindustrie. Dus dat soort informatie heeft hij heel veel ervaring mee. Ik heb de laatste jaren veel met Wienke en de Things Network en op het Internet of Things vlak gezeten. Ja. Maar als je een idee hebt, we zijn dus naar de ESA toegegaan en gezegd... Nou, dat is de Europese ruimtevaartorganisatie. Ja. Die financieren innovatie in de ruimtevaart. We hebben het plan voorgelegd. Zeg, nou, wij willen dit en dit gaan doen. En we denken dat het technisch haalbaar is. We denken dat het economisch haalbaar is. Zouden jullie dat willen subsidiëren? En daar zijn budgetten voor bij de ESA. En als je een goed voorstel inlevert, dan financieren zij een groot gedeelte van het project. En dat gaan ze doen? Dat contract hebben we, dat is geregeld. Ja, wanneer gaat jullie de eerste satelliet in de lucht? De planning is augustus dit jaar. Dus we zijn al heel ver in het proces. Als er niks tussen komt, wat ik ondertussen geleerd heb, is dat alles vertraagt altijd in de satellietindustrie. Want er hoeft maar één iemand in het proces. Maar ja, heb je zo'n klein dingetje, weet je, dan mis je wel zo'n beetje het Elon Musk moment, weet je wel. Van, geen auto's. Dus dat is wel een beetje het proces. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die hier al in gespecialiseerd zijn. Wij gaan absoluut niet zelf een satelliet bouwen. Wat wij bouwen is de radio die in de satelliet gaat. De ontvanger. De satelliet zelf besteden we uit aan een bedrijf, in ons geval Neno Avionics in Vilnius, in Litouwen. Die de satelliet bouwen en ook helemaal zorgen dat die gelanceerd wordt en operationeel wordt. Dat is niet iets wat wij willen doen. Wij willen juist die dienst gaan leveren en die integratie met de bestaande internet. Hoe gaat dat dan weer werken? Want jullie bouwen die ontvanger. Je legt aan het begin al uit dat moet een hele gevoelige ontvanger zijn om die hele dunne signaaltjes nog te kunnen opvangen. Goed, dan is dat signaal in die satelliet. En dan? Dat zal toch weer ergens heen moeten. Ja. Die satelliet draait in anderhalf uur ongeveer om de aarde heen. Ja. En bij de polen... In een vaste baan? Ja, de satelliet draait in een min of meer stilstaande baan bijna over de polen heen. Dus hij draait in een polaire baan. Ja. Ja. En ondertussen draait de aarde er onderdoor. Dus die satelliet is min of meer stationair. De aarde draait. En op die manier komt iedere stukje van de aarde een keer langs op een dag. Twee keer eigenlijk, want je hebt hem aan de dagkant en aan de nachtkant een keer. Ja. Bij de polen zijn een aantal grondstations. Dat zijn gewoon commerciële bedrijven die dat doen. Dus, kun je dus op het moment dat je daar overkomt, dan dump je alle data die je ontvangen hebt weer naar beneden. Er zit dus wel een tijdsvertraging in eerste instantie. Ja. En even later krijgen de gebruikers hun data via de bestaande kanalen weer terug. Ja, want die ontvangststations zijn gewoon internet connected en die gooien het... Ja, die sturen het weer door naar ons. Ja. En ons idee is dat wat we niet willen is dat we een nieuw end-to-end systeem gaan bouwen. Dus dat wij apparaten gaan maken, precies, onze satelliet en dat je dan onze server en dan krijg jij je data. Een beetje het Iridium idee. Ja, weet je wel. We willen juist aanhaken bij dat hele LoRaWAN-ecosysteem. Ja. Omdat het een standaard is, daar gebeurt ontzettend veel. Nou, wat ik al zei, dit is natuurlijk een prachtig apparaat hier. Ik heb dat niet ontworpen. Ik heb dat gewoon bij Farnell online gekocht. Ja. Dat is het mooie. Als ik dit ook nog had moeten ontwikkelen... Ja, dus wat jullie eigenlijk wat jullie toevoegen is het ontvangen van die signaaltjes in de ruimte. Ja. En het afleveren daarvan via bestaande infrastructuur. Ja. We gaan dus integreren met de Things Network, met een KPN, met allerlei andere operators die dat willen. Ja. Zodat de gebruikers daarop hun data krijgen alsof het via een gateway is gekomen die gewoon in Amsterdam staat. Zodat ze in feite het verschil niet zien waar het vandaan komt. En dat het systeem zowel de landgateways als de satelliet kan gebruiken. Ja, en dan is een belangrijke toevoeging, wat je al zei, het is niet real-time. Dus dat betekent dat als jij een container wilt tracken of een schip of een weet ik wat, dat je één keer per zoveel uur of per zoveel dagen, afhankelijk van wat je wil,
een update krijgt van waar die container op dat moment was. Ja, ja. In eerste instantie is het een systeem met een vertraging erin. Als de aantallen devices groter worden en meer satellieten financieel haalbaar is, krijg je natuurlijk een dienst die op een gegeven moment altijd in beeld is. En je kunt ook bijvoorbeeld via andere satellieten je data weer teruggestuurd, dat je het ook nog real-time kunt maken. Maar dan ben je veel stappen verder. Dat is dan natuurlijk heel belangrijk. Geef eens een indicatie van wat dat dan kost. Waarschijnlijk kost zo'n sensortje een paar euro. Die zijn een paar euro, ja. Dus, en dat zijn bestaande sensors, dus dat gaan wij niet ontwikkelen. Wij geven de Stop ik in mijn container. Ja. Met een accu en een antenne. Ja. Dan moet ik zorgen dat die bovenop staat op het schip. En ja, als er iemand, als er nog een container bovenop staat, dan is het afgelopen. En dan? En, hoe gaat jullie businessmodel dan werken? Wij gaan betaald krijgen voor de berichten die we doorsturen. Maar geef mij eens een indicatie, als ik zo'n container zou willen tracken, wat gaat mij dat kosten? Het idee is dat de kosten die je betaalt om je apparaat via de satelliet te laten praten, van gelijke orde is als op het land. En kijk, die prijzen zijn nu natuurlijk nog wat hoger, maar dat gaat letterlijk naar een paar euro per jaar per device. Dat zijn wel de kant waar dit op moet gaan. Ja. En we weten dat als er genoeg devices zijn, dat je met een paar satellieten ook dat qua kosten eruit kunt krijgen. Want anders heeft het natuurlijk geen zin om eraan te beginnen. Ja. Heb je concurrentie? Oh, absoluut. We zijn niet de enige die met dit briljante idee komen. Nee, dat zou me verbazen. Maar hoe ga je onderscheiden? Is dat eerst op de markt? Is dat... Waar wij ons onderscheiden is juist die integratie. Wat die alle andere systemen doen... Kijk, technisch zit er natuurlijk niet zo heel veel variatie in. Je moet van een radiochip met een antenne omhoog naar een satelliet. Ja, je kunt het linksom doen, rechtsom. Maar uiteindelijk heb je hetzelfde probleem wat je op ongeveer dezelfde manier oplost. Ons specifieke punt is dat we aanhaken bij het LoRaWAN-ecosysteem. Dat je dus bestaande sensoren hebt, bedrijven die daar al lang mee bezig zijn, die alleen maar de antenne hoeven te veranderen, iets andere software erop. En dat ook aan de gebruikerskant, dat het systeem waar je nu je data uit krijgt, dat je daar straks ook de satellietdata uit krijgt. Dat je dus niet nog een andere leverancier krijgt. Als je ziet hoeveel werk er gedaan wordt aan integratie met Amazon, AWS, met Google IoT... Daar willen we allemaal op meeliften. We willen dat niet opnieuw nog een keer gaan doen. Want dat wordt allemaal aangedaan. En ook aan de hele veiligheidskant. Kijk, het is allemaal niet zo moeilijk om een proof of concept te maken met een paar devices. Maar als je 1 miljoen devices hebt, hoe krijg je alle keys erin, zodat het secure blijft? Nou, dat soort problemen worden allemaal al opgelost. En daar willen we bij aanhaken. En ik denk dat dat een enorme voorsprong gaat geven op bedrijven die dat allemaal in eigen hand willen houden. Ja, je begint er zelf over. Security, privacy, dat soort zaken zijn ongelooflijk belangrijk. Wordt ook steeds belangrijker en komt steeds meer aandacht voor. Hoe gaan jullie zorgen dat dat allemaal beveiligd wordt? Want dat lijkt me geen sinecure. Nee, nou, het begint met goede keys in je sleutels in je devices doen, zodat de data altijd versleuteld is. Wij willen ook absoluut geen inzicht in de data. Voor ons is dat helemaal transparant. Het komt binnen en wij geven het door. Ja, jullie hebben geen model waarbij je aan de data geld gaat verdienen? Nee, absoluut niet. Nee, dat is ook voor mij principieel iets. Mijn angstbeeld van de wereld is dat de Googles en de Facebooks die nu zeg maar al in je digitale data zitten, dat die op een gegeven moment ook in je fysieke wereld komen. Ja, dat is straks ook precies weten waar je auto is en je fiets staat. Ja, ik denk juist dat we op zoek moeten naar oplossingen waar gebruikers de rechten houden over hun eigen data en ook de mogelijkheid hebben om die data gesloten te houden. En zeker niet afhankelijk te worden van bedrijven die juist de exploitatie van data als businessmodel hebben. Dus, je zei, we zijn dit met z'n tweeën begonnen. Ja. Hoe groot wordt het bedrijf? Of kun je het met z'n tweeën blijven runnen? Nou, hoe groot het wordt is moeilijk, dat weet ik niet. Ik hoop heel groot. We zijn op dit moment met z'n vier fulltime aan bezig. Omdat we in augustus die satelliet in de lucht moeten hebben. Ja. Althans, ons gedeelte daarvan. Daaromheen hebben we een team van mensen die meehelpen op momenten dat het nodig is. En met deze kleine groep willen we ook de volgende stap, dus naar een kleinere constellatie van 4 of 5 satellieten gaan. Zodat we het vrij simpel en lean houden om een dienst te kunnen leveren en kijken wat er gebeurt met de markt. We zullen toch moeten zien in hoeverre ook het hele Internet of Things verhaal die exponentiële groei laat zien die iedereen wel op de PowerPoint heeft, maar die we nog niet helemaal zien in de werkelijkheid. Hey, fascinerend is het, een van de fascinerende dingen is, we doen dit programma nu al 1 jaar of 7. Het gaat natuurlijk eigenlijk altijd over democratisering van alles. Hè? Maar jullie zijn er natuurlijk ook een mooi voorbeeld van. Hè? Van satellieten was ongeveer het
duurste, ingewikkeldste, ja, denkbaarde, voordat het voor maar heel weinig partijen gegeven was. Ja. En jullie zijn er een voorbeeld van dat we in ieder geval, ik zou zeggen dat de kosten heel erg naar beneden gaan. Het komt binnen handbereik van een startend bedrijf. Ja. Het zijn bedragen die je bij elkaar kunt brengen en het zijn diensten die je daarmee kunt bouwen. En dat is een totaal andere wereld dan de tientallen miljoenen die tot voor kort nodig waren. Ja, ja, absoluut. Hey, wat zou jij willen als je naar een mooie dienst voor je ziet, maar wat uiteindelijk als dit ding en als er nog 4 of 5 rond de wereld cirkelen. Wat is een dienst waar jij zelf vrolijk van zou worden dat die gerealiseerd zou worden met jullie techniek? Ik zou het mooi vinden als we er ook in ontwikkelingslanden iets mee kunnen. In dat geval met informatie die in twee richtingen gaat. Om scholen of gemeenschappen die eigenlijk nog helemaal losstaan van het internet of van verbindingen. Als we die daarmee kunnen gaan helpen. Dat ze ook gegevens kunnen verzamelen waar iets mee gedaan kan worden. En die ze vervolgens ook zelf kunnen gaan gebruiken om daar weer baat bij te hebben. Als we op die manier daaraan kunnen bijdragen, dat lijkt me een hele mooie, in feite een bijeffect van wat we commercieel proberen te doen. Ja. En ben je daar actief mee bezig? Of is dat meer een idee dat je denkt van nou dat komt wel als het allemaal draait? Nou, dit specifiek ben ik nog niet mee bezig, maar we lopen wel tegen veel projecten aan waarvan ik denk, nou, dat die wil ik graag ondersteunen. Maar maak dat dan ook eens heel concreet, want ik heb ook een tijdje in jaren 5 in Afrika, in Zambia gewoond. En ik kan me voorstellen, door de structuur die jullie kiezen, hè, dat je van zo'n gebied bepaalde data zou kunnen verzamelen over regenval of vochtigheid van de grond of weet ik veel. Die je natuurlijk vanwege het systeem wat jullie hebben gekozen via het vaste internet weer terug zou kunnen leveren aan de mensen daar ter plekke. Zoiets? Ja, of ook weer via een satellietverbinding terugleveren. Want als er ook jouw terug in internet is, dan hebben ze ook deze verbinding niet nodig. Dus dat je ook echt in gebieden waar heel weinig infrastructuur is, iets omhoog stuurt en het in hetzelfde gebied weer naar beneden stuurt. Zodat ze het op een centrale plek bijvoorbeeld kunnen verzamelen. Als je kunt dumpen op de Noordpool, kun je natuurlijk ook dumpen ergens op een andere plek. Exact. En dat kun je natuurlijk veel kleinschaliger gaan doen dan die hele grote grondstations. Je kunt dat ook een soort crowdsourced gaan doen. Dat de mensen zelf zorgen dat de data ook weer beneden ergens terecht komt. Ja, want het is natuurlijk wederkerig qua bereik. Het is vrij symmetrisch in bereik. Je hebt niet hele grote zenders. Dezelfde afstand. Ja, nee, dat gaat niet. Ja, nou goed, dat moet je ook maar net helder hebben. Ja, voor jou is dat niet zo'n sprekendheid. Dat met zo'n klein rotsensortje in. Wij hebben nog steeds internet thuis waar je down verschil hebt, snap je? Ja, dat is een goed punt. Hé, nog even een vraagje van Bert de Boer. Hoeveel devices kan één satelliet aan berichten ontvangen en verwerken? Dat is lastig om daar één getal voor te geven, omdat dat ding natuurlijk beweegt. Dus in één gebied moet je 10.000, zeg maar in één keer het zicht van de satelliet, moet je duizenden, tienduizenden devices kunnen bedienen. Om in ieder geval, laat ik het zo zeggen, één satelliet moet genoeg zien om te betalen voor die satelliet. Alleen dat hoeft niet allemaal op één plek te zijn. Dus in eerste instantie kunnen we duizenden tot en met 10.000 devices in het zicht van de satelliet doen. Maar goed, die satelliet is natuurlijk een paar minuten later. Hij gaat 7,5 kilometer per seconde. Dus een paar minuten later heeft hij weer een nieuw stuk in zich. Ja. Dus daar is niet echt één getal voor te geven. Ja, fascinerend. Maar ik, die dingen zijn zo klein. Ik las laatst ergens een artikel dat je ook bijvoorbeeld heel goed trekvogels ermee zou kunnen chippen. Ja. Als je dat zou willen. Waardoor je, wat nu gewoon niet kan, een jaar... Nou, ook die. Een industriële is voorbij gekomen. En we zijn met mensen in gesprek die precies dat doen. En, wat gaaf. Ja. De grappigste use case was op de conferentie zelf. Toen vroeg de moderator van de presentatie ook, heeft er nog iemand ideeën? En toen zei er iemand in het publiek, ja, pinguïns tellen. En ik dacht eerst dat hij een grap maakte om mij voor te zetten. Maar het bleek dus dat hij dat al deed op de Zuidpool. En dat ze nu allerlei apparaten daar hebben staan met camera's die dat detecteren. Omdat de pinguïns zijn blijkbaar een vrij goede graadmeter voor allerlei klimatologische veranderingen. Maar ze moeten nu dus iemand langs sturen om datakaartjes eruit te halen. En dat wilden ze graag automatiseren. Dus dat bleek ook nog een echte use case te zijn. Ja, nou ja, weet je, ik heb een vriend van mij is een groot zwanendeskundige over de wereld. En die is elke week nog aan ganzen aan het tellen. Ja. Dat is echt elke vrijdag. Is dat zijn, daar wordt heel veel betaald overigens. Dus dat is ook nog eens, zijn baan. Dus ja, voor al dat type dingen is natuurlijk heel veel winst te halen. Ik vind het fantastisch. Fascinerend. Ja, ja. We blijven hier volgen.
Dank je. Ja, ja, dank voor je komst. Ja, heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor het Kon Minder Blond Bier. We danken Jetstream uit Groningen voor de livestream. We danken PQR voor de hosting van de website. We danken Freedom Lab voor de gastvrijheid van waaruit we uitzenden. En wil je dit magazine ontvangen? Kijk dan even op fastmovingtargets.nl/members. En hij is voor jou. Er zijn weer mooie interviews in met onder meer gasten van de laatste tijd. Bunk van Bunk, Waka Waka, Snapcar, Swapfiets, noem het allemaal maar op. Mooie, interessante mensen. En jij zit ongetwijfeld in de volgende editie. Dankjewel.